Joey Zandbergen, jullie verliezen met 5-1 bij ONS Boosdo Snake. Hoe pijnlijk was dit? Deze was zeer pijnlijk. Zeker als je weet hoe een reis je hebt gemaakt om hier naartoe te komen. En dan begin je zo slecht aan de wedstrijd. En kloten. Iemand die het laatste half uur ziet, denkt misschien wel Rijnvels heeft de handdoek in de ring gegooid. Ja, ik denk dat het er wel zo uitzag. Eerste helft sta je, kom je op een 1-0 achterstand, wat gewoon logisch is. Je speelt een slechte eerste helft. Daarna tweede helft probeer je de schouders eronder te zetten. En ik denk dat we ook, klinkt heel stom nu, maar dat we toch wel aardig spelen. We krijgen de kans op 1-1, die valt niet. Hup, meteen die 2-1. En vervolgens, die 2-0. En vervolgens ga je voor de 2-1. Krijg je ook weer twee opgelegde kansen. Die gaan er niet in. En ze schieten die bal naar voren. En het is weer meteen weer, het is meteen weer raak. Ja, en daarna, wat er daarna gebeurde. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Zo snel ging het voor mijn gevoel. En dit doet heel erg pijn. Want we hebben toch wel redelijk getraind weer. En met een positieve instelling allemaal het veld in. Ook getraind en de hele week, maar ja, als we dit dan weer neerzetten, dan zakt de moed in je schoenen. Ja. Ja, want dit was zo'n wedstrijd waarvan jullie van tevoren zeiden, hier moeten we winnen. Ja, maar dat zeggen we al een aantal weken. Ja. Ik sprak net aan Hein van Heek en ik vroeg hem, heb je op basis van vandaag nog aanknopingspunten? En toen zei hij, nee, helemaal niks. Ben je het daarmee eens? Ik denk het wel, maar dat is ook een beetje frustratie na een wedstrijd natuurlijk. Maar goed, jullie moeten verder. Jullie moeten toch aan iets vast gaan houden. Ja, dat klopt. Klopt. Maar wat is dat dan? Ja, daar gaan we denk ik van de week even over hebben. Met z'n allen. Weer. Ja, weer. Want jullie hebben al de nodige praatsessies gehad en verzalvende gesprekken. Meer gesprekken dan wat ik tot nu toe bij, misschien wel bij Rijnvogels ooit heb gedaan in die 4 jaar daarvoor. Ja. Waar ga jij Rijnsburgse Boys of Rijnvogels verlaten met lijfsbehoud op zak richting Rijnsburgse Boys? Nu denk ik even niet, maar we gaan er gewoon de komende 6 weken weer keihard aan werken. Meer kan je niet doen. Succes. Dankjewel.